Wat hebben jullie beiden met de zesdaagse van Rotterdam? Ja, sinds ik met Danny zijn afscheid hier gereden heb, is het voor mij de zesdaagse met zoveel publiek in de grootste zesdaagse in Nederland. Dat is echt het hoofddoel van het baanseizoen. Het is heel goed georganiseerd natuurlijk, hè? Heel veel sfeer, een mooi complex. We zijn vorig jaar al derde geweest, dus ja, dan is het, is het natuurlijk de mooiste zesdaagse voor ons om te rijden. Hoeveelste zesdaagse wordt dit voor jullie beiden? Toevallig in het boekje in Gent stond dat mijn tiende was. Dat zal het de elfde zijn. Hij heeft iets meer. Wat was de beste tot op heen? Ja, voor mij Rotterdam vorig jaar. Derde plek. Oké, okay, als je het rennersveld bekijkt, wat zeggen jullie dan over dit rennersveld? Ja, dat het heel goed is. Misschien wel een beetje te goed. Bijna. Van wie verwachten jullie de meeste strijd? Nou, dat zijn er wel een paar hoor. Natuurlijk de winnaars van vorig jaar, Terpstra en Keijsen. En de winnaar van Gent, De Buist, de Denen, Mork of Rasmussen. Ja, het Stroetinga, Maurits, het hele lijstje bijna. Hè. Dus, ja. Is er één koppel favoriet? Dan ga ik toch van de winnaar voor de winnaars van vorig jaar. Ja, ik denk Iljo heeft in Gent niet kunnen winnen, dus ik denk dat hij hier revanche wil. Ja, daar sluit ik me wel bij aan. Maar die vier die hij daarvoor al noemde, dat zijn vier heel goede koppels. Jullie moeten straks gezamenlijk nog trainen. Hoe doe je dat richting Zesdaagse Rotterdam? Na het NK Derby 8 december doen we eerst een trainingskamp in het buitenland. In de zon, zeg maar. En de laatste twee weken proberen we veel op de baan te trainen om het juiste ritme te pakken. Ik neem aan dat jij hetzelfde programma volgt. Ja, nou, we hebben al zo vaak met elkaar gereden. Je hebt een paar dagen nodig om weer aan elkaar gewend te raken. En dan is het knallen, hè.